Ze zijn nu 6 weken. Ze gaan iedere dag op verkenning. Vinden ze zeer interessant. Oh, mag ik die? Oh, wat een poepie. Kijk. En bij hun moeder eten, dat doen ze niet meer. Dus voortaan geven ze pedigriep al junior. Want daar zit alles in wat ze juist nu nodig hebben. En ze worden er groot en sterk van. Deze ook. Pedigree Paul Junior, aanbevolen door topfokkers. So what's little dandruff? Okay, imagine you're at the social event of the year. And your dream girl says hello, just as you do this. Her first impression? What a hunk, and only a few flakes. Give me a break. The regular shampoos won't fix your problem. Met een gewone shampoo kan een roos achterblijven. Gebruik regelmatig Head & Shoulders en je roos zal verdwijnen. Head & Shoulders? But you don't have dandruff. Bingo. Head & Shoulders. Want je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. De mensen die hier wonen hebben samen iets afgesproken. Als ze boodschappen doen, weigeren ze plastic tasjes, overbodige verpakkingen en wegwerpartikelen. Daardoor hebben ze zelf veel minder afval. En daardoor hebben ze hier een heel klein afvalbergje. Dat klinkt als een sprookje, maar als u er even over nadenkt, het kan wel. Haal de folder Minder afval bij postkantoor of bibliotheek. Dit is de familie Van Dam en dit is Pieter Bos. Zijn ouders hebben problemen en daarom komt Pieter een tijdje bij de Van Dams wonen. Totdat de problemen thuis zijn opgelost. Tijdelijk een ander thuis. Dat is nou pleegzorg. Goedenavond allemaal, dames en heren. Welkom terug bij de Evangelische Omroep. Discussie, daar zijn we weer. Nogmaals, welkom bij de Evangelische Omroep. Ik wou zeggen discussie, samenzang, actualiteiten en een portret van een uitzonderlijke vrouw. Dat zijn zo'n beetje de ingrediënten van vanavond van ons programmaaanbod. En een ander bijzonder programma, het door u zo ongelooflijk gewaardeerde natuurprogramma over leven in de natuur. Vanavond de 8e aflevering, die gaat over strijd leveren. En er wordt wat afgeknokt in de wereld van de dieren. Beren, aasgieren, maar ook bijvoorbeeld zeeanemonen en naaktslakken kunnen behoorlijk agressief zijn, ook tegen soortgenoten. U gaat dat zometeen zien na het A-journaal. En het A-journaal is een kort programma waarmee we willen informeren over het verloop van onze acties voor de A-status. Thank you.
Dames en heren, de EO-aanroep. Het blijft spannend tot het eind. Eén ding is wel zeker, we redden het niet als niet echt iedereen meedoet. En we hebben nog zo'n 20.000 leden nodig deze week. We zouden het zelfs vanavond kunnen halen als echt iedereen meedoet. Man, vrouw, kinderen boven de 16 jaar, reageert u vanavond. Word voor dat ene tientje per jaar lid van de EO. Ons nummer is 06 300 180.